in Zepsport. Harry, mag ik beginnen? Oh, ik wist niet dat je haast had. Nou, ga je gang. Hoi, ik ben Brecht en ik ben 9 jaar. Hoi, Brecht. Naast je nog een kanjer. Wie ben jij? Ik ben Anke en ik ben 10 jaar oud. Ja, ik weet wel wie jullie zijn. Even kijken. Wacht, ik heb hier wat... En wij zijn hele goede vriendinnen. 1, 2, box, ouwe. 1, 2, box, ouwe. 1, 2, box, ouwe. Box, ouwe. Box, ouwe. Wij zitten op een hele leuke sport. Namelijk rugby. Ah, nou, laat eens wat zien, meiden. Rugby is hartstikke leuk omdat je kan beuken. Je kan gewoon met volle vaart neerleggen. Bij voetbal mag je alleen schouderduwtjes en dat is heel stom. Je kan lekker jezelf zijn met blauwe plekken en zo. Soms zijn we smurfen, zijn de hele knieën blauw. We vinden het vooral leuk om niet heel erg voorzichtig te doen. Ja, en ruw en hard is leuk. Bloed is goed, jeuk is leuk en pijn is fijn. Maar jullie zijn hier natuurlijk niet voor niks, hè? Alles gaat goed, behalve één ding, schijnbeweging. En dat is wat wij graag willen leren. En dames, van wie zouden jullie die schijnbewegingen willen leren dan? Van Bodil van Wijnbergen. Oh, Bodil! Ja? Jullie bedoelen de Bodil van Wijnbergen die nu achter jullie staat. Ja! Yeah! Gaat erin, Bakker. Van Wijnbergen. Hij staat lang, hand off, en dat is lovely. Ik ben Anke. Ik ben Bodil. Ik ben Brecht. Ik hoorde dat jullie hulp nodig hebben, want er gaat nog iets niet goed. Nee, ja, het zijn bewegingen. Oh, nou, zullen we eens even kijken hoe jullie dat nu doen dan? Kom op, hè. Echter langs. Kom op. Ik denk dat ik wel een aantal tips heb. Zullen we het even oefenen op het gras? Ja. We beginnen met de eerste schijnbeweging die echt wel heel veel gebruikt wordt in het rugby. Dat is natuurlijk de sidestep. Daar kom ik. En dan stap ik. Zie je? Moet je goed letten op mijn voeten, ja? Dus ik ben eerst kort op mijn voeten en dan opeens stap ik. Dan doe je 2 stapjes hier. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En zo ga je dan. En dan ga je naar die pion. Stap je dan naar binnen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dat ziet er goed uit. En naar links een stap. Oh, iets meer. Kom op, iets meer overtuigend, hè. Klein stapjes, goed zo. Oh, goed zo. Dat was al veel beter. Probeer nog iets meer tempowisseling. Langzaam, langzaam. Snel. Ja. Goed zo, dit zijn snelle stapjes. Kijk, heel snel, goed zo. Ja, en stap. Oh! Deze stap die we nu net hebben geoefend, die gaan we dus tegen elkaar. Gaan we die iets meer oefenen, ja? Ja. Goed zo, val aan, val aan, val aan. Oh, goed zo. Ja, goed zo, Anke. Je doet heel goed nu. Echt kracht zetten vanaf dat ene been naar die ander. Nee, nu ren je gewoon één kant op. Je wil echt weg van haar, ja? Dus je komt op de af. Dan stap ik die kant op, maar ik ga die kant op. Kijk, dat was al beter. Ga maar. Oh, goed zo. Wat we toch vaak zien, Brecht, is dat je toch wel in het contact komt met Anke. Dus nu gaan we naar de volgende manier om er langs te komen. Dat is de handoff. En dan maak ik eigenlijk een soort van sidestep. En dan duw ik diegene weg. Zo krijg ik de bal. Waar je wel op moet letten, is dat je niet te hoog duwt. Want ik mag natuurlijk jou niet in je gezicht gaan duwen, ja? Want als je... Ja, goed zo. Kom maar, andere hand. Niet met je vuist. Dan krijg je geel of rood en dat willen we natuurlijk niet. Met je hand. Goed zo. Gewoon goed die sterke hendel. En dan de tempowisseling daarna, ja? Ga maar, ga maar, ga maar. En duw. Goed zo. Die was heel goed. Goede tempowisseling ook. Dat je dan weg en dan up aanzetten. Ga maar. Nou, ziet er super goed uit al, meiden. Nu willen we natuurlijk weten of jullie het ook in het echt kunnen.